Ibrahim Afellay trainde dinsdag voor het eerst na het WK en zijn aansluitende vakantie weer mee met de selectie van PSV. Zijn terugkomst viel echter samen met het slechte nieuws dat PSV door de KNVB in categorie 2, die van clubs in zorgwekkende financiële toestand, is geplaatst. Aangezien er vanuit Arsenal en Schalke 04 interesse voor de 24-jarige aanvoerder schijnt te zijn, aan enkele fans de vraag: moet PSV Afellay verkopen om uit de financiële zorgen te komen? Ja, dat weet ik niet. Ik ben niet zo financieel, maar ik zou het wel zonde vinden als ze Afellay verkopen. Dat is natuurlijk wel een beetje de ster van PSV. Nou ja, dat ligt eraan wat je ervoor kunt terugkopen. Vaak is een verkoop niet zo handig, omdat je eigenlijk een mindere kwaliteit, maar ook voor minder geld terugkoopt. Nee, denk ik niet. Ik denk dat het een bepalende speler is. Ik sta net een training te bekijken en hij komt erin in een positiespel. En je ziet gelijk dat er weer meer voetbal in komt. Hij is toch een bepalende speler. Om hem nu direct te verkopen, ik denk dat het zonde zou zijn. Afellay trainde apart van de groep met fysieke trainer Arno Philips. Hij scoorde echter wel tijdens de paar minuten dat hij meespeelde in het oefenpartijtje. Lees woensdag meer over de terugkeer van Ibrahim Afellay bij PSV en zijn doelstellingen voor het nieuwe seizoen. PSV begint het seizoen aanstaande zaterdag met de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Een lastige opener. Van de laatste 7 competitiewedstrijden wonnen beide ploegen er 2 en eindigden er 3 in gelijkspel.